Welkom bij een nieuwe videoles van Voor Beta. Ik ben Jan Willem en we gaan in deze videoles kijken naar opgave 39. Wanneer waterperoxide waterstofperoxide oplossing in de ogen komt, kan dit de ogen beschadigen. Noem twee redenen waarom de in de tabel beschreven eerste hulp verdere beschadiging voorkomt. Gaan we natuurlijk eerst kijken. Eerste hulp: spoelen met veel water. En er zijn twee redenen voor. Ten eerste, als je gaat spoelen met water, spoel je het weg. Dus dan is het op een andere plaats dan in je oog. En dan bijt het niet meer in je oog. De tweede reden is, als je gaat spoelen met water, dan verdun je het ook. Want het is een mengsel van water met waterstofperoxide. En hoe meer water je daarbij gooit, hoe meer de stof op water zal lijken. Dus hoe minder schadelijk die voor je ogen zal worden. Kijken we ook nog even naar de antwoorden. Dan zien we het ook gelijk staan. Oplossing verdunnen maakt de oplossing minder bijtend. 1 punt. Oplossing wegspoelen uit de ogen. Ook 1 punt. Beetje kort opgeschreven, maar elk leuk verhaaltje eromheen was je 2 punten wel waard geweest. Goed, ik ben Willem van Voor Beta. Kijk ook eens op www.voorbeta.nl als je volgend jaar naar de HAVO gaat. Voor bijlessen, examentrainingen of een hele hoop extra videolessen. Waarin de hele HAVO-stof stap voor stap wordt uitgelegd. Bedankt voor het kijken en tot opgave 40.